Vrouwelijke ondernemers in de mode-industrie moeten een betere platform krijgen om hun kwaliteiten aan de buitenwereld te tonen. Daarom heeft Pearl Wooi tijdens de ondertekening van het pas uitgebrachte boek van haar vader, Paul Wooi, een pop-up show georganiseerd. Het verslag komt van Aranza Swedo. En we praten dus met de dochter van de heer Paul Wooi, dat is Pearl. En Pearl gaat ons vertellen waarom dit georganiseerd is, wat het allemaal inhoudt, want je komt hier en je zit in drukte. Dus we willen natuurlijk veel meer weten. Pearl, hoe gaat het? Ja, goed. Welkom. Welkom tot onze Artisan Pop-up Show. Artisan Fiesta, it's called. En het is eigenlijk een initiatief om de Surinaamse vrouwen en in het bijzonder de fashion industry te belichten. En daarom heb ik dit gedaan, om meer naamsbekendheid te krijgen en ook een beetje om een beetje gezelligheid in de brouwerij te brengen. De pop-up show werd georganiseerd in Spice Quest, waarbij enkele vrouwelijke Surinaamse ondernemers in de gelegenheid werden gesteld om hun zelfgemaakte producten tentoon te stellen. Van zelfgemaakte tassen tot huwelijksbijouterieën. Wooi is van mening dat er meer aandacht geschonken kan worden aan de Surinaamse vrouwen in deze industrie. Ik denk dat elke Surinaamse vrouw van de mode houdt. Maar wat ik graag zou willen zien is dat elke Surinaamse vrouw ook een juweelstuk zou kunnen dragen, gemaakt door de Surinaamse vrouw. Want er zijn zoveel getalenteerde Surinaamse vrouwen, getalenteerde Surinamers moet ik zeggen, in deze industrie, in dit land. En het zou leuk zijn als ze meer aandacht zouden kunnen krijgen. Wooi besloot met de oproep tot het blijven investeren in het eigen talent en potentie van de vrouw. Je bent op de eerste plaats je eerste grote supporter. Immers is deze denkwijze een goed fundament voor het bouwen van een succesvolle toekomst, meent zij. Geef de moed zeker niet op. Bouw jezelf op. En jullie hebben heel veel talent in het land. Jullie hebben heel veel verschillende soorten elementen waarmee jullie kunnen werken. En ik denk dat je als Surinaamse vrouw, persoon, Surinamer, heel trots daarop mag zijn. De regen was niet de organisatie's beste vriend, waardoor de tentoonstelling na een zware regenbui gauw tot een eind moest worden gebracht. Desalniettemin kan gesproken worden van een half succes van de tentoonstelling, zegt Wooi.